Goedendag beste kijkers. Vandaag zullen we het hebben over onze aandelenstrategie bij JP Morgan Asset Management. Op dit moment is de vrees voor stagflatie op de financiële markten hoog. In de jaren 70 hebben we gezien dat het was zeker geen lost decade voor financiële markten. Dus we waren wel drie berenmarkten in die periode. Maar defensieve sectoren, dividendaandelen hebben telkens over die periode goed gedaan. Op dit moment denken we dat het nog voorbarig is om volop terug te komen op aandelenmarkt, ondanks hun val van begin dit jaar. We denken dat de waardering nog niet op recessieniveau noteren. We willen vooral, als we risico nemen op de aandelenmarkten, zeker de downside beperken. In de jaren 70, dividend, we genereert 2/3 van de total return van aandelenmarkten vergeleken met 1/3 gemiddelde. Dus duidelijk, dividenden kunnen in tijden van stagflatie of van markten die gedreven door angst voor stagflatie duidelijk helpen om het rendement van de portefeuille, van de aandelenportefeuille te verbeteren. Dus wij denken voor de tweede jaarhelft dat los van die value growth debate, defensief cyclical, dat de overkoepelend thema weliswaar dividend en aandeel zou kunnen zijn. Inkomen beleggen in tijd van stagflatie, recessie is zeker de ideale strategie volgens ons.